Kijk. Wat gebeurt er? Kijk, de dier wat eruit... Oh, kijk, zie ik. Maar in principe komt er bijna nooit geen rook uit onze schoorsteen. Ruikt het toch echt hier, toch? Ja, ik heb er net één ingelegd. Sommige mensen die klagen al van de stank als de buurman de barbecue aanzet. Maar wat de mensen hier in Binkhorst 365 dagen per jaar ruiken, slaat werkelijk alles. Het roept naar verbranding van een soort barbecue-achtig. We staan op jouw balkon en 50-60% van de dag is hier dus een zwarte rookwolk van verbrande dieren eigenlijk. Ja, het was een heel jaar. Op een gegeven moment ben ik niet eens meer hier buiten. Ga je hier af en toe nog wel eens een koffietje drinken? Hoe smaakt dat met verbrande cavia smaak? Ik moet kijken eigenlijk naar de weerbericht. Welke kant het wind opwaait voordat ik hier kom zitten. Kijk. Wat gebeurt er? Kijk, de dier wat ze eruit... Oh, kijk, zie ik. Oh mijn god, wat is het voor dier? Chupacabra of zo. Nee, ik weet niet. Het is wel een hond. Het is een hond. Oh, wat zielig. Dit bedoel ik, hè. Ik krijg gewoon kippenvellen. Wat je als overlast ziet, op het moment als wij natuurlijk een beestje in de oven neerleggen, dat heb ik net ook gedaan. Dat is wat je nu nog ruikt. Dat is de haartjes die je ruikt van het verschroeien van de beestjes. Maar op het moment dat mijn schoorsteen 850 graden is, dan kan je buiten niets meer ruiken. En wij hebben allerlei... Je ruikt het toch echt hier, toch? Ja, ik heb er net één ingelegd. We hebben twee ovens. Ja, deze oven die gebruiken we voor de kleinere huisdiertjes. Het is gewoon groot. Echt groot. Dat was waarschijnlijk een paard of zo, want... Was echt niet normaal. Zoveel rook. Hoe ruikt dat, joh, verbrand paard? Geen idee. Het was net alsof het een mislukte barbecue was. Ik heb wel soms het idee dat het wat groots is, ja. Paard, beer. De keer dat ik zag dat het daar in brand stond, daar, jezus. Dit een soort is van veel... alsof een hele dierentuin in de fik wordt gezet. Ja, het lijkt dat Artis klopt. Er werd hierheen gebracht. Hele safari. Klopt. Madagaskar. Nee, in principe komt er nooit zoveel rook uit. Misschien heb je het één keer gezien. Wij hebben een maand geleden hebben wij een probleem gehad met de deur. Stonden er ook vier brandweerauto's voor de deur. Omdat er zoveel rook uit onze schoorsteen kwam. Maar dat hadden we binnen een kwartier, 20 minuten onder controle. En de brandweer heeft allerlei metingen gedaan. En toen was het over. Maar in principe komt er bijna nooit geen rook uit onze schoorsteen. Dus qua wettelijkheid houden we ons aan alle normen en eisen. We hebben hier een crematorium van dieren hier. En we hebben een ander crematorium daarachter voor mensen. Dus wij wonen tussen twee crematoriums. Ik zeg altijd, ja, mensen gaan naast Schiphol wonen en die gaan klagen tot er vliegtuigen vliegen. En mensen gaan hier naast een crematorium wonen en die gaan klagen tot er rook uit de schoorsteen komt. De gemeente die zegt, we hebben stankoverlast gemeten. Het zinkt hier helemaal niet. Oh, wauw. Oh, jezus. Dat is denk ik 40 graden hier. Ja, zoiets. En ik zal even laten zien mijn oven. Sorry, maar het slaat wel echt direct op je longen. Wat? Deze lucht slaat wel direct op je longen. Ik ruik niks. Ik weet niet wat je ruikt. Maar ja, ik denk als jij op een industriegebied gaat wonen, dat je eerst goed rond moet gaan kijken om ergens te gaan wonen. En ik snap heus wel, als jij al jaren een woning zoekt, dat je blij bent met een woning. Maar ga je dan op een vuilnisbelt wonen? Ik zou dat niet doen. Wat ligt er nu in? Hij is bezig zo te zien. Ja, er ligt nu een grote herdershond in van een gemiddeld 70 kilo. Een hele vette hond. En hoe... Een hele vette hond? Ja, een hele vette hond. Ik zag. Ja, best wel. Vandaar de extreme geur. Ja, vandaar die extreme geur die ruikt, die haartjes en dat soort dingen. Dat zeg je tegen de gemeente. Dankjewel voor de stank. Stank voor dank. Dankjewel. Hey, ben jij nog niet geabonneerd op ons prachtige YouTube-kanaal? Doe dat even, door hier te klikken. En hier is ook nog van alles. Ik heb ze zelf allemaal gezien. Leuk. Doe even klikken. En hier, kan je ook klikken.